Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video en in deze video ga ik eindelijk een keer haken met Dennis. En hij denkt hij. Heeft er zin in. Hij heeft er zin in. Hij gaat mij eindelijk leren eten met stokjes. Ja. We gaan wel stokjes haken. Ik denk dat je daar misschien nog kans hebt dat ik dat leer. Zijn dit belangrijke haaknamen? Ja. Zijn ze, gebruik je ze vaak? Ja. Dan kun je beter andere nemen. Omdat? Ze kunnen door de helft of ik vreet ze op. Nou, dat ga je niet doen. Ik kan er wel in bijten. Ja, maar goed. We gaan een poging wagen. Of we gaan... Nee. Vuur maken. Je gaat het gewoon normaal doen met die haaknaalden. Ja. Ik heb ook twee bolletjes klaargelegd. Ja, laten we ook beginnen gelijk met de dunste. Draad wat bestaat. Ja. Leuke uitdaging. Mijn carrière begon ook met een dun draadje. En ik ben heel benieuwd of jij dat gaat redden. Mijn carrière begon aan een navelstreng en die was een stuk dikker. Ja, maar dan ga je niet meer lopen haken. Maar goed. Hoezo? Weet je niks van? Dat gaat wat worden. Ik ben eigenlijk op dit idee gekomen naar aanleiding van Radna en Sarah. Op het kanaal van September 18 heeft Radna ook een poging gewaagd om Sarah te leren haken. Nou, het was gewoon echt hilarisch. Feest de herkenning ook voor mij, want mijn haakcarrière begon ook op die manier. Dus ik had zoiets van, joh, ik ga dit ook samen met Dennis doen. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat brouwen. Mochten jullie nieuwsgierig zijn... Is dit wat je nodig hebt? Dat is het patroon. Ja. Mochten jullie waarschijnlijk nieuwsgierig zijn... Waarschijnlijk zijn dit 3 rijsttafels, kroephoek, 2 soep en een satékip. Ja. Zie je dat? Zo. Ja, nou die bestel je er maar als we klaar zijn. Geen idee hoe lang dit gaat duren. Maar als jullie nieuwsgierig zijn naar de video van Radna en Sarah. Niet zo lang hoor. Die staat in de beschrijving van deze video vermeld. Dus dan kunnen jullie die eventueel ook gaan bekijken. En voordat ik Dennis zijn echt ergste nachtmerrie waar ga maken. Nog eventjes de vraag aan jullie om ook te abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog een abonnee bent. Want er zijn er nog steeds vele van jullie die vaker mijn video's kijken. Maar nog niet geabonneerd zijn. Dus mocht dat het geval zijn. Zou ik het heel erg tof vinden als je gaat abonneren op mijn kanaal. Door even een klik te geven op de abonneerknop. Er zijn geen kosten aan verbonden. Dus klik er vooral eventjes op. Mocht je deze video leuk vinden, geef hem een duimpje omhoog. En laat uiteraard ook gewoon gezellig een reactie achter onder deze video voor hoe jullie dit vonden. Wel even een disclaimer, dit is eenmalig. Want ik ga ook sowieso niet verwachten dat jij na deze video ooit nog een keertje gaat haken. Waarschijnlijk geeft het alleen maar de bevestiging van, oké, dit is echt niks voor mij. Ik ga het niet doen. Schiet nou maar op, dan is het klaar. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd wat Dennis ervan gaat brouwen met mijn uitleg. Dus, wat wordt het? Laten we gauw gaan beginnen. Oh ja, laten we nu beginnen. Heb je er zin in? Ja. Je straalt het ook echt uit. Ik klink misschien nog een beetje snotterig. Ik ben nog herstellende van een griep en een fikse verkoudheid. Dus dan weten jullie dat in ieder geval vast. En er kunnen ook knippen inkomen als ik bijvoorbeeld weer een niesbui heb of een snotterbui of wat dan ook. Dus wees er alvast op voorbereid. Oh, daar is deze voor. Ja. Knip. Ja, dat is een schaartje wat jij waarschijnlijk ook niet herkent. Jawel, ik kan dit schaartje. Okay. Mijn moeder heeft ook een schaartje gehad. Okay. Of heeft ze. Oké, gelukkig. Het is wel een beetje een ranzig schaartje. Zie je? Daarom heb je hem zeker. Dan mag ik er wel aankomen. Mag nergens aankomen, maar dit schaartje... Katoentjes? Nee, er staat Katona. Ja, Katona katoentjes. Oh. Van scheepjes, 2 kleurtjes. Dit, iets maken wat op de adventkalender toegevoegd gaat worden. Jij mag kleurtjes kiezen. Oh, ik dacht dat ze allebei... Ja, jij gaat met een kleur en ik ga met een kleurtje. Oh, doen we er 2 maken? Dus ik moet er zelf 1 maken? Ja. Ja, anders heb het geen nut. Hè? Daarom liggen er ook 2 haaknaalden. Oh, ik dacht dat je... Oh nee, dat is breien. Beginnen we met het label eraf te halen. Nou, kijk, dat kan ik. Kijk, en dit is dus het patroontje wat Dennis al liet zien. Kun je de wijsheid worden? Ja. Wat staat er? Milliliter, 1 centiliter...
dan één stuk, één beker heb je ervoor nodig. Dit is 2 liter, dit is één studiepunt. Doe je een uur over, 1 uur. En als je dat 4 keer hebt gedaan, moet je heel nodig plassen. Ja, oké. Okay. Zo heb ik nog nooit patroon gelezen. Ja. ML, Magic Loop. Of Magische Lus. Daar gaan we mee starten, als het trak is. Ja. Even uitleggen. Een Magic Loop. 1L staat hier. Dus een losse. 1 losse. Ja. En dit is wat we dus meerdere malen gaan doen. Je hebt sterretje, sterretje. En wat tussen het sterretje staat... Oh, sterretjes. Ik weet, sterretjes kan ik. Sterretjes. Ja, ja, dat gaan we daarna nog 4 keer herhalen. Oh, dus 1 keer is niet genoeg. Dus dit is 1 stokje. Ja. 2 losse. Ja. 1 stokje. Ja. 1 vaste. Oh, dat is een V. Ik dacht dat het een U was. Ja, dat is een V. Oké. Okay. En dat herhalen we daarna nog 4 keer, zodat we dat in totaal 5 keer gedaan hebben. 1 stokje, 2 losse, 1 stokje, 1 vaste. Ja. Lift aan. En dat 4 keer? 5 keer in totaal. Maar dit herhalen we 4 keer inderdaad. Oké, okay, nou weet je, als ik eerder het begin maar kan vinden, want dat is ook al een uitdaging. Het draadje zit er gewoon omheen gewikkeld. Ja. Oké. Okay. Mag je mij helemaal na gaan doen? Even een puntje doen. Doe dat hoeft, hoeft niet. Nou en gewoon. Voor het geval die er toch doorheen moet. Dat is later pas. En daar heb ik een andere manier voor. Dan hoef je niet te sabbelen op een draadje. Oh. Want dat draadje, dat kan je straks, als het goed is, niet meer op zijn... Trouwens, dat kan wel. Goed. We gaan beginnen met een magic loop. Oeh. Je draaduiteinde. Je houdt hem dus zo vast. Je draaduiteinde. Leg je over je wijsvinger en middelvinger. Ik moest even denken, hoe heetten die vingers ook alweer? Wijsvinger en ringvinger. Dus je hebt een, zoals Sarat zei, een pistool. Ja. En welke hand doe ik dat? Jij bent rechtshandig, dus ja. Je linkerhand hou zo. Je doet gewoon echt mij na. Ik ben ook rechtshandig. Leg hem er zo op. Pak je hem vast met je duim. En dan die draad, die draai je naar achteren. Naar onderen. En dan draai je je vingers om. Dus dan kijk je tegen je nagels aan. Ja. De draad die je vast hebt in je rechterhand. Die gaat dan naar boven. En die kruis je over het draadje wat er op je vingers zit. Oké, okay, gaat nou al mis. Zo. Zo. Ja. Ja. En ik pak hem dan. Ja, dan heb ik hem al niet. Dan heb ik een tekort frummeltje. Oh nee, ik heb een ander. Ja. Met je pink. Pak hem vast. Oké. Okay. Pak je haaknaald. Dan ga je met de haak naar beneden. Onder die eerste lus door. Ja. En dan pak je met je haaknaald, in jouw geval, die draad op. Dan trek je er doorheen. Ja, draai je haaknaald naar beneden. Met je haaknaald naar beneden. Ja, dan gaat hij eraf. Kijk. Kijk even naar me. Haakje naar beneden. Insteken. Oh, haakje naar beneden. Insteken zo. En dan doe je zo. Ja. Klopt. Ja, top. En dan pak je met je haaknaald. Je haak is dus nu naar boven. Die draad die naar je pink loopt. Dan ga je onderlangs. Ja. En die trek je nu door het lusje heen. Wat op je naald staat. Top. Dan pak je... Dus je vast en dan kan je je handen eruit halen, je vingers eruit halen. Wel vasthouden. Wat vasthouden, denk je ook. Zo. Dus met deze hand pak je daar je lus vast en je haaknaald. Dus ik heb mijn haaknaald tussen mijn duim en wijsvinger zitten en ik heb dus ook mijn lus vast. Dit draadje trek je wat aan. Dat is je werkdraad dus nu, die naar het bolletje gaat.
Mm. Ja? Ja, wat ik doe om de draad op spanning te houden, is dat ik hem dus zo... Dat is een heel lastig uitleg hoor. Ik draai hem om mijn pink. En ik laat hem over mijn wijsvinger vervolgens lopen. Dan kan ik hem op spanning houden. Ja. Even iets korter houden moet je hem dan. Klopt. Ja. Jij hebt nu de haaknaald vast in een pengreep. Daar kan ik dus niet mee haken, want dan heb ik geen goede controle over mijn haaknaald. Je kan hem ook op zo'n Jan Boerenvlijs in de mesgreep vastpakken. Ik denk dat die voor jou ook beter is om hem zo vast te pakken op zijn Jan Boerenfluitjes. Nou, ik hou deze nog steeds vast. Die kan ik eens loslaten. Ja? Kijk, gewoon met je vuist, zeg maar. Ja. En dan doe ik mijn duim en wijsvinger hier op dat plat stukje. Ja. Zo, ja. Nou gaan we eerst een vaste haken. Dus je hebt je haaknaald vast, je draad heb je vast en ik pak met mijn wijsvinger en mijn duim die lus. Ja. En nou... Is het dus de bedoeling maar dat je... Maar helemaal los deze, hè? Ja, je moet hem wat meer aantrekken. Waar? Je werkdraad. En dit is je... Even kijken hoor. Dit is je ring. Die pak je vast met je duim en wijsvinger van je linkerhand. Nee? Eén draadje, want je hebt hem nu helemaal. Die, ja. Top. Dan ga je met je haaknaald... in die ring steken. Nee, hij is alweer los. Het moet strak. Pak je gewoon een beetje op de onderkant, pak je hem vast. Want je moet in die ring kunnen haken nu. Ja? En dan kan je met je haaknaald, ga je dus hierin steken. Waarom? Daarom? Omdat we daar een vaste in gaan maken. Dus je gaat met je haaknaald in het ringetje. Steek je erin. Nee? Je hebt nu nog alleen de lus van je werk. Ja, dat gaat allemaal los. Ja, dat geeft niet. En dan de tweede hoek. Ja, en dan pak je met deze hand ook die lus vast. De onderkant. Ja, en dan ga je met je punt van de haaknaald in die lus. Die laat je staan. In. Ja, want dan gaat dat dan af. Ja. Leg je vinger erop. Ja, en nou ga je... Ik hou hem hier wel vast. Ja, dat is prima. Dat draadje pak je ook vast. Nee, niet aan trekken, want dan trek je je lus dicht. Beide draadjes vastpakken. Ja, en dan ga je daar met je haaknaald die lus in. Hier in? Nee. Deze lus. Hier. Ja, en dan kom je langs je wijsvinger naar boven. Dat gaat goed. Onderdoor. Ja. En nou heb je twee lussen op je naald. En die lus die je nou op je naald hebt staan, die trek je er doorheen. Door beide lusjes. Gaat niet, doet het vast. Ja, dat klopt, omdat je hem op spanning hebt. Maar je moet hem doortrekken. Dan maak je hem vast. Ik kan hem niet doorheen trekken, want ik hou hem vast. Kijk. Je hebt je lus vast. Dit is je lus op je naald. Ja, insteken. Alles zit in de knoop, dus ik weet het niet. Ophalen, omslaan, doorhalen. Nee. Wacht, we gaan hem voor jou even anders doen. Want dat moet ook lukken. We starten eventjes helemaal opnieuw. We gaan een opzetlus maken. Nou, wacht, we starten opnieuw. Ga een opzetlus maken. Ja. Je hebt je draadje zo in je hand. Dit is je uiteinde. Je wijsvinger nodig. Ja, die heb ik. Je draait hem om je vinger. En nog een keer. Ja. Je mag een langer draadje gebruiken. Oh. Laat je hem hangen. Even vasthouden. Dan gaat die achterste lus over de voorste lus heen. Gewoon met je vinger. Trek je hem van achter naar voor. Welke vinger? Deze heb ik hier vast. Ja, die laat je los. Oh, die laat ik los. Zo. Zo. Ja. En dan doe je dat lusje. Dan laat je deze weer los, dit draadje.
doe je dat lusje hier weer overheen. Ja? Helemaal over je vinger. En dan pak je beide draadjes. Dan trek je er een klein beetje aan. En dan kan je je vinger eruit halen en dat lusje zet je op je naald. Ja? Top. En dan trek je aan je kortste koordje. Nee, sorry. Je trekt aan het koordje wat naar de bol toe loopt. En dan sluit je je daarmee je lus. Dan heb je een opzetlus op je naald staan. Niet te strak. Want je moet dus nu je draad continu door het lusje op je naald trekken. Dus wat je gaat doen... Dus dit is alweer strak? Nee, dat is prima zo. Okay. Dat is prima zo. Ah, okay. Je pakt de lange draad, dus de draad die naar je bol loopt. En je moet even kijken of dat voor jou handig vasthouden is. Dat is voor iedereen apart. Maar je draad die dus naar de bol loopt, sla je om je naald. Dus nee, andere kant op. Van achter naar voor. Ja. En dan pak ik altijd eventjes mijn draadje vast. En dan trek je dus die draad door het lusje wat al op je naald staat. Dus die laat je met je vinger los. Haal je hem door. Andere kant op, zo. Ja. En je moet je hand-oogcoördinatie er nog een beetje in krijgen. Als je dit draadje vastpakt. Trek je je haaknaald naar beneden. Want je kan met je hand je naald sturen. En dat is het handigst als je dus het haakje dan naar beneden laat wijzen. Want dan trek je dan makkelijker door het lusje op je naald heen. Dan sluit het nu twee keer om. Andere kant op. Andere kant op. Ja. Ja. Die moest ik vasthouden. Ja. En dan trek je die naald, kopje naar beneden draaien, trek je hem door het lusje wat nu op je naald staat. Dat gaat niet door dat lusje. Ja. Slaat hem om. Trek een klein beetje aan de steek die dus, en dan draai je naald naar beneden door het lusje. Vroeger wel eens vingerhaken gedaan. Nee hoor. Oké. Want daar is mee vergelijkbaar. Bijna. Ja, je hebt hem. Naald erop. Hier moet hij erin gepoerd. Ja. Heb je eerste losse gemaakt? Nou, ik voel me ontzettend... hij is heel los, ja. Ja, dat geeft niet. Als jij je werk... Dit is je werkdraad, die naar de bol loopt. Als je daaraan trekt, wordt het weer klein. Ja? Ja? Doe je dat nog een keer. Van achter naar voor. Ja? Het draadje pak je dan weer vast met je hand ook. Dan trek je haaknaald weer door het lusje heen. Top. Dat is twee. Klein beetje... Kan ik zo weer aantrekken, toch? Nee. Als je de draad doorheen getrokken hebt, dan kan je dat niet meer doen. Dus je moet hem nu eerst hier even aantrekken. Ja? Van achter naar voor omslaan. Nou, hij er inderdaad doorheen. Wat je net ook gedaan hebt. Hier. Naaldje naar beneden. Precies. En er doorheen. Jeps. Wat een achterlijkheid dit. Jezus. Nou, nog één keer. Ja. Top. Nou. Bedankt voor het kijken. Dat was het. Nee. Wat nee? Het is pas het begin. We gaan nou normaal dit. We gaan er nu een ringetje van maken. Je hebt nu eens een opzetje gemaakt. Kijk. Hebben we niet iets sterkers? Ja hoor, in de bijkeuken. Moet ik er een schuit Bacardi in gooien voor je. Oh, overal spierpijn. Ik heb een bril nodig.
Oké. Nou, je hebt nu 4 lossen gemaakt. Ja. Dus die is dan ter vervanging van die magische lus. Oh, dat is de magische lus. Nee, dat was de magische lus. Daar zijn we mee begonnen, maar die kreeg je gewoon niet onder de knie. Dan heb je 4 lossen. Nee, waarom begin je niet met het simpele, zoals dit? We gaan nu in de eerste los insteken. Dus dat is deze. Vanaf je haaknaald. Ja, maar wacht even. Je doet even zo. Hoe doe je dit eroverheen? Hoe heb je deze hand? Ik heb pink. Wacht, dan gaat het alweer mis. Zo, ik klem hem met mijn pink. Draai hem om. En ik gooi hem vervolgens over mijn ringvinger. Of mijn wijsvinger. Mijn ring en mijn middelvinger die gaan eroverheen. Ja. Dicht bij je haaknaald. En dan hou ik met mijn wijsvinger en mijn duim dat draadje vast. Ja. Dan ga je dus naar die eerste losse toe. Dus het is bij jou die, inderdaad. Daar steek je op in met je haaknaald. Doe even normaal. Dus insteken. Ja. Ja. En dan werkdraad over je naald. Over je naald. Ja, zit nu onder je naald. Nee, dat is toch er overheen? Nee, dat is onder. Nou, dit is onder. Oké. Nee, kijk. Zo ga je onder naar boven. En zo ga je van boven naar onder. En dan haal je die werkdraad. Nee, ik weet niet of ik boven of onder zit nu, want dat ding draait. Dus ik weet. Die moet je vasthouden. Maar dat klopt, hè? Kijk, je hebt nu 2 lussen op je naald staan. De lus van de draad zelf en de lus van de steek waar je op ingestoken hebt. Dus dat klopt. Ik zie helemaal niks meer nu. Ja, dat klopt wat je nu hebt. Dan dus nou ga je omslaan. Andere kant op. Ja. En die haal je dus nu door beide lusjes die op je naald staan. Kan toch helemaal niet. Jawel. Deze moet je ook een beetje... Ik hou die wel even vast. Nou, ik weet niet wat er gebeurd is, maar... Ja, je bent je steek verloren. Of je bent geen steek verloren. Je bent gewoon weer terug bij het begin. Dus je moet weer op je eerste losse inhaken. Er is wel iets gebeurd. Ik ben ergens doorheen gegaan. Dus dit is niet goed, de basis nu. Jawel. Eens kijken. Kijk. Nu zijn je steken wat losser. Dus dan kan je er wat makkelijker op insteken. Dus je gaat hier op die... Eerste losse insteken. Dan sla je die draad om je naald. Hij hem eerst door 1 lus. Pak hem zo weer vast. Door het volgende lusje. Waarom? Omdat je een ringetje maken moet. Nee. Wat is dit voor een achterlijke hobby? Het is hartstikke leuk. Je kan er de leukste dingen mee maken. Ja, ik voel ook alles van me afglijden. Het is ontspannend. Het is leuk. Je maakt iets. Ja. Het is hartstikke leuk. Hartstikke ontspannend. Dat... Oh, maar gaat niet. Zelfs dat lukt niet. Wat een... Waarom? Hier, zit een knoop in. Oh nee, toch niet. Ja, dat was je opzetlus. Ik heb toen precies helemaal niets begrepen en onthouden van wat je al gedaan hebt. Opnieuw. Een lusje maken. Hoe maak je normaal gesproken een lus in een draad? Doe ik niet. Gewoon zo. Ja, je gaat nu dubbel draads werken. Ja, dat is een lus. Lus. Ja, maar het moet een schuiflus wezen. Kijk, en dat is het bij jou niet. Maar heel strak gemaakt. Stuk. Je hebt er gewoon een complete scheepsknoop van gemaakt. Ja. Maar inderdaad. Daar kan je tenminste wat mee. Dan ben je er meer een boot aan. Ja, dat is niet goed. Ga je eerst die losse maken. Je kan het in principe ook gewoon zo vasthouden. Maar je duim en je wijsvinger die gebruik je ook om je werk vast te pakken. Mm-hmm. Zodat je dus met je rechterhand je haaknaald kan besturen. Mm-hmm.
Er zit niet voor niets hier ook zo'n plat stukje op. Want daar kan je je duim op leggen. Oh, ik dacht dat het dan tegen je hoofd aan te tikken is. Dat is niet leuk. Zou ook kunnen. Ja. Maar dan leg je je duim op. Dus die haaknaald, die haak, is dan naar je toe gewezen. Dan sla je hem om. Je houdt je draadje op spanning. En op het moment dat je je naald terugtrekt, dan draai je je haaknaald wat naar beneden, waardoor je hem dus door het lusje heen kan halen. Zo maak je dan de losse. Dus de losse heb je nu weer. Dan ga je weer in die eerste losse insteken. De tweede. Nee, de eerste. Dit noem je de eerste losse die bij het begindraadje zit. Daar steek je op in, op het bovenste lusje inderdaad. Die, hier. Zorg ervoor dus dat het... Je bent nu naar boven gericht, hij moet naar onder. Hij duwt inderdaad vast en dan schep je met je haaknaald draad op. Die heb je al om je... Ja, en die haal je dan door die lusjes die op je naald staan. Hier. Ja, dan gaat hij eraf als ik zo doe. Ja, dan moet je je draad op spanning houden. Je werkdraad. Want de draad vliegt er alleen vanaf als je de draad niet op spanning hebt. Ja. En dan haal je hem door de volgende lus heen. Dat is wat krap. Nee. Je haalt naak naar beneden draaien. Werk vasthouden inderdaad. Trek je iets naar beneden, want dan creëer je ook ruimte. Niet te hard trekken. En dan trek je dus de boel weer van je naald af. En het is weer allemaal eraf. Dus omslaan, doorhalen. Omslaan, door. Omslaan, door. En dit kan je gewoon echt zo lang blijven doen als dat je wil. Ja, dat is niet lang hoor. Je maakt dus op deze manier een losse ketting. Dat is dus de basis van je haakwerk. Hierop ga je dus je haakwerk starten. Kijk, je kan dus hierop gaan haken. We kunnen een lapje maken of een hele strook. Maar wij gaan dus in het rond haken. Maar die losse, dat is eigenlijk het makkelijkste van allemaal. Want dat is het allermakkelijkste. En mijn haaknaald heb ik eigenlijk open vast ook, hè. Gewoon heel ontspannen in mijn hand. Laat ik gewoon zo erheen. Probeer dat dan eens eens. Lus op je naald. Ja, die lus die kan ik al niet maken. Jawel. Kijk. Ik heb gewoon... Er zijn 1001 manieren om het lusje te maken. Heel goed. Ja. En dan trek je dus aan de draad die naar het bolletje loopt. Dan sluit hij. Door het lusje op je naald trekken inderdaad. Naald naar beneden draaien. En doorhalen. Ja. Dat is hem. Draadje aantrekken. Die werkdraad. Dus de draad die naar de bol loopt. Andere kant opslaan. Hier. En die haal je weer door de lus die op je naald staat. Jij zit je volgens mij nu knetterhard af te vragen van hoe kan zo'n ongeduldig type als Mike dit ontspannen vinden? Dat heb ik al 100.000 keer opgenoemd. Je hebt niet het geduld van iets, je hebt gewoon nul geduld. Er hoeft maar wat te gebeuren of je smijt, je scheldt, je schreeuwt, je sloopt. Maar haken... Ja. Slaat helemaal nergens op dit. Ja, ik vind het heerlijk dit. En ik heb dat allemaal niet. En ik ga hier vandaan schreeuwen, schelden, slopen. In mijn hoofd hebben we al een nieuw huis, hè? Nou, maar in het begin heb ik het ook regelmatig door de hut heen gesmeten, hoor. Dat ik er helemaal kriegel van werd. Maar ik heb altijd zoiets van, joh...
Ik heb mijn zinnen erop gezet. Ik ga net zo lang door. Al kost het me echt bloed, zweet en tranen. Ik moet en zal het onder de knie gaan krijgen. En ik moet het gewoon kunnen. En het heeft dus ook gewoon ruim een week geduurd voordat ik het ook echt goed kon. Ja, dat kan ook komen door... Ja, zie wat je doet. Nee, ik zie helemaal niet wat ik doe. Wat is het nou weer voor een vraag? Zie je wat je doet? Je pak je draad van voor naar achteren pak je op. Je moet helemaal van achter naar voor. Ja, maar alleen dat al inzicht heb ik al niet. Of het nou zo of zo. Voor mij is het allemaal hetzelfde. Voor een losse is het eigenlijk gewoon veel handig om het gewoon... Want ik kan zo doen, maar die kop die gaat, draait ook. Dus, Ja, die kop die draait alleen maar als jij dat doet. Die haaknaald en die draad die doen niks als jij ook niks doet. Het gaat niet automatisch zo, ja. Ja, het maken van los al veel sneller onder de knie hoor, dan had ik dat had. Nou. Ja. In de tijd dat wij nu bezig zijn, heb je al veel meer bereikt dan wat ik toen voor het eerst bereikt had, hoor. Tja, maar nou heb ik dit voor niks, hè? Want het gaat er allemaal weer uit. Oh. Ja, maar dat is helemaal niet erg. Dat is het voordeel van haken. Je steek je gewoon je naald er weer in terug. Leuk, hè? Nee, is gewoon hol aan. Waarom die? Dat is leuk. Dat is ontspannend ook. Ja. Ja, ik ben ondertussen even een trouwtje aan het haken. Zodat je kan zien wat het gaat kijk, worden. Kijk, je kan deze wel. Je kan iemands ogen pikken en zo. En je neus kriebelen en zo. Ja, ik begrijp wel dat je die haken haalt dat die multifunctioneel is. Je kan beter een bijpunt pakken, want die zijn wat scherper. Daar heb je meer effect mee. Zijn we klaar? Nee. Jij moet dit nog gaan haken zo direct. Ja, met toga's. Leuk. Ja, dus. Daar gaan we. Dus wat, nou, je hebt hem toch of niet? Nee, je hebt hem als nog niet. Als je dat nou nog een keer doet met deze kleur, zijn we klaar. Nou, dan ga jij met die. Oh nee, dat scheelt. Ja, wie weet, dan glijdt die wel makkelijker. Ik heb geen draadinzicht. 0,0. Kunnen we hem ook zo doen? Ja, al doe je het 10 keer. Je doet net alsof het heel logisch is. Ja, dat is het ook. Nee, die dingen heb ik nou weer 4 keer erop. Ja, dan steek je maar op de eerste in. Dan moet ik er op. Steek ik er op de tweede in. De eerste. Ja, jij zegt de eerste, maar dat is de tweede. Oké. Als dat voor jou logisch is. Wat zit je nou te popie-jopie doen met je ster? Ja. Dat kan er helemaal niet doorheen, dat is veel te strak. Ja, als je er dus niet doorheen krijgt, dan heb je te strak gehaakt. Oké, nou heb ik die vier er weer op zitten, die achterlijke, hoe heet die dingen? Losse. Ja, losse. Nou, was het maar los. Draad en mij gaan niet samen. Het is toch leuk? Nee. Hier, leuk sterretje maken. Het is niet leuk. Het komt niet eens in de buurt van leuk. Nee, jullie zien het dus. Er is in het verleden, tegenwoordig ook nog steeds, heel vaak om gevraagd of Dennis gaat haken. Nee, nee, nee. Het is al heel wat dat ik hem dus al zo ver gekregen heb dat hij een poging tot heeft gedaan. Hij heeft echt zijn best gedaan. En dat zeg ik, je hebt wel al meer bereikt dan wat ik toen de tijd bereikt heb in het eerste uur. Want ik zat dus gewoon echt te trekken en te doen en ik kreeg dus gewoon niks voor elkaar. Hm. Je hebt gewoon een losse ketting weten voor elkaar te krijgen. Oeh. En zelfs een vaste weten te haken. Nou. Ja. Dus dat is al meer wat ik dan wat ik voor elkaar gekregen heb toen de tijd. Zonder motivatie. Jij wilde het. Ik wilde het. Ik wil het überhaupt niet. Nee. Want ik kan überhaupt de lol er niet van. Nee, maar ja, het staat in ieder geval nu wel vastgelegd op beeld ook als bewijsmateriaal. Dennis heeft een poging gedaan. Gewoon op de zwarte lijst. Ik mag ook geen na deze video. Ik mag ook geen gares kopen. Ja, dat mag wel. Oh. Want op zich, je hebt tegenwoordig toch best wel iets van kennis erover.
Want daar kwam ik de vorige keer met de credo achter dat je ineens allemaal namen liep te roepen. Dat ik echt dacht van... Oeh. Huh? Hoe weet hij dat? Wat oeh. Klaar. Moeten we dit nog inlijsten of zo, dat het hier misging? Nee hoor. Maar omdat het gewoon zo vaak gevraagd is ook tijdens lives die we hebben gedaan... op Creatoo, op andere beurzen waar we zijn geweest... dan werd toch nog best wel vaak gevraagd van... goh, Dennis, ga je ooit een keertje haken? Ga je breien? Breien ga ik hem echt absoluut niet mee treiteren... want dat is helemaal een techniek apart. Oh. Ik heb een bril, maar die bril die is dan kuduk. Maar... Jij sluit hem af, ik doe mijn hoofd tussen de koelkastdeur... en ik sla hem een paar keer dicht. Dan zijn we klaar. Je eigen hoofd neem ik aan. Ja, dan ga ik naar buiten even schreeuwen. Juist. En blazen. Ik ga blazen naar de katten. Ja. Bewijs is geleverd. Haken is dus niks voor Dan. Dus zeg ik, het was wel heel wat dat ik hem zo ver gekregen heb... dat hij toch een poging tot gedaan heeft. Hij heeft zich echt voor deze video heel rustig gehouden. Maar goed. Maar inwendig zijn mijn organen gesmolten. Ja, dus... We gaan het erbij laten, deze marteling voor jou. Het is klaar. Ja. Ik wil nu ook deze, kunnen we niet deze ritueel verbranden? Hoezo? Die heb ik gemaakt. Symbolisch. Van de frustratie. Zo. Nou, omdat jij een poging tot haken hebt gedaan, mag jij van mij die sterretjes symbolisch ritueel gaan verbranden. Ja, maar ja, dat stinkt wel zo'n beetje. Ja, dan doen we dat gewoon even buiten voor je. Oh, buiten. Nee, we hoeven er niet, dus? Een drama van te maken. Deze gaat gewoon op de... Adventkalender. Op de adventkalender. En dan steken we de adventkalender in de brand. Echt. Nee. Maar goed. Maar laten we het hierbij. Ja. Meer als dit gaat het niet worden. Jij even goed bedankt voor een poging. Tot. Nou, graag gedaan. Was een waar genoegen. Ja. En dit blijft dus als bewijsmateriaal staan... Mochten de vragen ooit in de toekomst gaan komen van, goh, gaat Dennis ooit haken? Verwijzen we naar deze video. Ja, dan hoeven we het verder ook niet meer verder toe te lichten. Het bewijs staat op beeld. Dennis is niet gemaakt voor haken. Haken is niet... Ik kan er niks aan doen. Haken is niet gemaakt voor mij. Zo kun je het ook zien. Ja. Ja, nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het evengoed ook eventjes leuk vonden om ernaar te kijken. Ik vond het leuk om opgenomen te hebben. Jij waarschijnlijk iets minder. Ja. Oké, we sluiten nu af. Dat is die en dat is die. Bye! Toch. Oh, er gaat gelijk een kat heen. Ja, vind je het gek? Bolletjes in de meiden, dat vinden ze helemaal geweldig. Ja, peperpem. Ja, leuk.